Ik ben Jan Engels, lijsttrekker voor D66. D66 ziet een aantal hele grote en belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen. Allereerst de klimaatverandering. Dat betekent dat we in moeten spelen op langere periodes van droogte of juist heel veel neerslag en hele warme periodes. Daar moeten we maatregelen tegen treffen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de vergrijzing in onze samenleving. We moeten er rekening mee houden dat over 20 jaar 1/3 van onze bevolking ouder is dan 65. D66 wil dus dat we bij alle maatregelen die we nemen vanuit de gemeente ons afvragen wat betekent dit in het licht van het veranderende klimaat en wat betekent dit voor onze ouder wordende samenleving. Overal moeten we ons dat bij afvragen. Een derde belangrijk punt is, maar hoe komen we dan tot besluiten? D66 vindt het heel belangrijk dat we alles doen samen met onze inwoners. In het gemeentehuis werken ongeveer 300 ambtenaren. In onze gemeente wonen ruim 36.000 inwoners. Daar zit dus de meeste kennis. Dus als we het goed voor u willen regelen, kunnen we dat alleen doen als we dat samen met u doen. Dat is wat modern bestuur voor D66 betekent. Goed werk, goed wonen, goede zorg. D66 krijgt het voor elkaar.